Rotterdam staat open voor vluchtelingen. De stem van Abu Taleb gaf hierbij de doorslag. Maar wat vinden de inwoners van Rotterdam hiervan? Rotterdam is open voor vluchtelingen. Wat vindt u daarvan? Dat is prima. Ik vind het op zich wel goed. Die mensen moeten wel ergens terecht. Maar het moeten wel echt vluchtelingen zijn en geen economische vluchtelingen. Voor mij het is al zat. We hebben genoeg mensen hier. Prima in principe. Ik sta daar, net als de Rotterdammers, denk ik, hoop ik, ook voor open. Omdat ik vind, die mensen moeten ook een kans hebben. Die laten alles achter wat ze hebben. Ik vind het een beetje dubbel. Want ja, het moet wel verspreid worden en die mensen komen allemaal hierheen. Maar moeten hier ook wel een plek voor ze hebben. Qua helpen en qua eten en zo en verblijf, dat vind ik wel helemaal goed. Er zitten ook niet goede mensen tussen. Dat is het gevaar. Dat is het gevaar. Ja, ik ben bang dat het ten koste gaat van heel veel Nederlanders. Er moet wel opgelet worden dus dat daadwerkelijk de mensen worden geholpen die ook echt hulp nodig hebben. En niet de mensen die hier binnenkomen om te denken van het is hier paradijs en we komen even alles kaal plukken. Heeft u de vluchtelingen geholpen? Nee, nog niet. Nee, nee. Wilt u dat wel gaan doen in de toekomst? Weet ik niet. Misschien niet door geld te storten, want je weet niet hoe dat terechtkomt. Maar door andere dingen te doen. En vooral denk ik ook om ze welkom te laten voelen. Ja, wel iets gestort op een bepaald gironummer. Mijn vriendin heeft afgelopen zaterdag bij Roadtown spullen gegeven. Hoe zou u ze wel willen helpen? Misschien in ieder geval het gevoel geven dat ze welkom zijn. En misschien door andere dingen. Misschien een pannetje eten of wat dienstverlening. Zou jij een vluchteling in huis nemen? Nee. En ik vind ook niet dat we ze moeten helpen zoals we nu doen. Want als je ziet ook qua geld en dergelijke wat ze allemaal krijgen, dan is dat echt bovenmodaal gewoon. Nee, ik denk het niet. Ja, dat is dan weer wel een vraag. Ik zal het zelf niet echt weten, want je weet ook niet echt wie ze zijn en zo. Als het mogelijk is, dan wel. Je zou ze wel willen helpen dus? Ja, wel. Ik help je graag, maar ja, als je mag meer helpen, is het beter. Nee, dat niet. Nee, ik stel mijn huis niet eens open voor een Nederlander en dat staan voor een vreemdeling. Denk het wel. Vind ik zelf heel mooi. Ja, nou ja, ik denk als je nergens naartoe kan, hoe zou je jezelf voelen om op straat te komen staan met je kinderen? Nou, het lijkt me beter dat ze gewoon officieel opgevangen worden en niet bij mensen thuis.